In Ede, Rhenen en Wageningen kun je van maandag 27 mei tot en met zaterdag 1 juni meedoen aan de Nationale Beweegweek van het Nationaal Ouderenfonds. Kirsten van Sportservice De Vallei legt uit wat die week is en hoe je eraan mee kunt doen. De Beweegweek is eigenlijk een week waarin de verenigingen en de sportaanbieders die aanbod hebben voor 50, 55-plussers de deuren openzetten om een keertje kennis te komen maken en aan te sluiten om een sfeer te proeven. Ja, dat is hier in Ede, maar ook in andere gemeentes rondom Ede. Ja, klopt. We sluiten eigenlijk aan bij de Nationale Beweegweek van het Ouderenfonds. Maar alleen wij trekken hem eigenlijk iets breder. Wij hebben dus alle aanbieders gevraagd uit Ede, de gemeente Ede, uit Wageningen en ook uit Rhenen. Ja, en dat zijn er heel veel. Die zetten hun deuren open en dan kunnen senioren bij hun een kijkje komen nemen of de sport wat voor hun is. Ja, dat klopt. Precies zoals je het zegt, hè. Dus de deuren staan open bij, het is een breed assortiment wat mensen kunnen proberen. Om een keertje een kijkje te nemen. Maar niet alleen een kijkje te nemen, maar vooral ook een keer mee te doen. Ja, meedoen. Want dan is het gewoon een gewone training waar ze aan mee gaan doen. Ja, precies. Dus jullie zagen net beelden van het walking korfbal bijvoorbeeld. Stel dat jullie mee willen doen, dan kunt u op onze website kijken. Daar staat het hele aanbod met het hele assortiment wie er allemaal meedoet. Er staan ook contactgegevens bij, dag, tijdstip en dan kun je er naartoe aansluiten en meedoen. Ja, je kunt je gewoon aanmelden bij de website. Je hoeft niet aan te melden bij de website. Je kan aanmelden bij de sportaanbieder of de vereniging. Ja, je moet je dus wel even aanmelden bij de sportvereniging, zodat ze weten dat je komt. Waarom is die Beweegweek voor senioren nou zo belangrijk? We weten allemaal dat bewegen natuurlijk ontzettend belangrijk is. Het houdt ons vitaal en gezond. En die Beweegweek is zo belangrijk omdat wij ervaren dat de drempel soms hoger is om zomaar bij een sportvereniging binnen te lopen. En we hopen door deze Beweegweek de drempel te verlagen, zodat u ook gewoon een keertje mee kan doen. Ja, nou hebben we het over senioren. Dat is ook een doelgroep waar sommige mensen, of best wel veel mensen, moeite hebben met het gebruik van computers. Is er ook een andere manier om informatie te winnen? Ja, zeker. Ze mogen mij altijd bellen, dat sowieso, of een van mijn collega's. Dat kan door eerst te bellen naar het zwembad en dan verbinden ze ons door. Ik hoop dat mijn telefoonnummer ook onderin beeld even verschijnt. Ja, dat loopt allemaal af. Het laatste zinnetje knip ik eruit. Ja, maar goed. Dus weet je, ze mogen mij altijd bellen. Dan kan ik ze helpen wat het aanbod is, waar mensen bij aan kunnen sluiten. Dat is geen enkel probleem. En lukt het mij niet om te bereiken, dan kunt u altijd een andere collega bellen en dan helpen we u graag op weg. Ook bij de verenigingen en de sportaanbieders hebben wij expliciet gevraagd om een telefoonnummer. Omdat wij inderdaad bekend zijn dat niet iedereen even digitaal vaardig is. En zo wel alle informatie kunnen krijgen die mensen willen hebben. Ja. Over de sporten. We hebben vandaag walking korfbal gezien. Zijn het allemaal dit soort sporten of zijn er ook sporten waar senioren bijvoorbeeld ook kunnen rennen? Rennen kan altijd. Want als we rennen niet meer doen, dan verliezen we op een gegeven moment ook die vaardigheid. En dan worden we daar een beetje angstig voor. Ze hebben nu bijvoorbeeld ook in korfbal gezien. Er is ook voetbal, maar ook pilates, yoga. Het is zo'n breed assortiment. Het is ook gewoon wandelen. Er is zoveel te doen. Dus voor iedereen zit er iets bij. Dat weet ik zeker om eens bij aan te sluiten. Maar ook zit er niet iets bij waar u wel naar op zoek bent. Ook dan kunt u gewoon contact opnemen. Yes. En het is natuurlijk ook gewoon voor de gezelligheid. Zeker, weet je. Want kijk, het bewegen is natuurlijk leuk. Maar het is vooral ook heel gezellig. En na de tijd is er vaak ook ruimte voor een kopje koffie of een kopje thee. Of een glas water als u dat wilt. Maar dat hoort natuurlijk ook bij een gezellig praatje.